Hey, hallo iedereen. Welkom op Drex Online en Belgian Online TV. Vandaag zijn we te gast in Berlare, waar de nieuwe première-show Zeg niet gauw, het is een vrouw van Les Femmes Uniques in première gaat. Dag Leroux Bijou en Tilly Taylor, wat vonden jullie van de show? Ja, het was niet slecht. We hebben ons geamuseerd. Ja, ik heb echt genoten van de show en ik heb een ongelofelijke vooruitgang gezien, echt waar. Dag Vanessa Dupont, wat vond u van de avond? Ik vond het een hele geslaagde avond, een hele grote show, eigenlijk een heel groot showweekend, veel ambiance en show van topniveau. Dag Vanessa van Cartier, wat vond u van de show? En wel, als ik eerlijk moet zijn, ik vond het een van de mooiste shows dat ik de laatste 5 jaar heb gezien. Ik heb het zelf persoonlijk gezegd aan Miss Moonlight. Het is heel afwisselend, het is verzorgd, het is, er is echt aan gewerkt. Ik vind het echt heel mooi. Dag Lady J Viper, wat vond u van de show? Wel, ik ga zeggen, ik heb 3 dagen geweest en 3 dagen helemaal anders, maar toch super. We staan hier bij de 2 vaste danseressen van Les Femmes Uniques. Wat vond u van de avond? De avond is zeer vlot verlopen, veel beter als verwacht. We waren enorm, enorm zenuwachtig, omdat we ook wisten dat er enorm veel travesties van andere groepen dan aanwezig zouden zijn. Veel vrienden, familie die voor ons speciaal kwamen. Maar het is zo vlot verlopen en zo snel gegaan. Ja, het was een fantastische show. Dag Chiara Mystica, wat vond u van de avond? Enorm leuk, hectisch voor ons vooral. Maar ik ben wel enorm blij dat alles goed verlopen is. Alles is gelopen zoals we het gepland hadden, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Alles heel goed verlopen qua choreografieën? Natuurlijk zijn heel wat fouten ingeslopen. Dus mensen zullen dat af en toe ook wel opgemerkt hebben. Omdat we hebben 1 choreograaf en niet alle dansers zijn professioneel bij ons. En daarom worden er heel wat pasjes zoveel mogelijk hetzelfde gehouden. Wat natuurlijk ook als gevolg heeft dat eigenlijk bepaalde pasjes achter elkaar komen en soms verkeerde pasjes worden uitgevoerd op bepaalde momenten. We staan hier bij Lady Bambalicious, eerste eredame 2008. Hoe is de avond verlopen? Beter dan verwacht. Echt super. Ons danserkes, de travesties, het publiek. Het kon niet beter zijn. Echt niet. Ik heb er echt van genoten. Dag Miss GC, wat vond u van de avond? Ik vond hem voor mijn part zeer geslaagd. Ik hoop nog een paar jaren erbij zeker. En het publiek? Het publiek was heel goed, echt waar, heel uitbundig, heel goed. Ze deden heel goed mee, super publiek.
We staan hier nu bij de leading lady van Les Femmes Uniques, namelijk Miss Moonlight, ook Miss Belgian Travestie 2007. Bent u tevreden van de prestaties van vandaag? Meer dan tevreden, dat is echt wel goed. Het was, en zondag is altijd de beste dag van de drie. Heel veel travestiepubliek, heel veel homopubliek ook, maar daar zit onmiddellijk veel ambiance in, hè, dan. Dus de zondagnamiddag is altijd het beste. Voilà, beste kijkers van Drags Online en Belgian Online TV. Dit was het voor vanavond. Mijn reactie op de show? Het was gewoonweg af. Een show om u tegen te zeggen. Tot de volgende keer.